Deelnemers, start vrij. Voor de vierde van vandaag bedanken Hendrix Trucks Import Export Used Trucks als naamgever van deze vierde koers. Victory 5-2, paarden gaan achter de vleugels van de startauto en favoriet op het startvrij is nog altijd de imposante Franse Mary Jabalina. Ongeslagen met Michel Rotengatter en we gaan eens even kijken of hij het ook met nummer 6 tegen doorgewinterde koerspaarden tot een goed einde kan brengen. De auto is met de paarden op circa 150 meter van het startpunt. En de start is gevallen. Te gretig aan de binnenzijde, Mike Heid. Leidt door de galopade. En dan kan Kelso Europort natuurlijk wel spelenderwijs de kop nemen. Uitgeschakeld nummer 1. Maar krijgt gelijk de aanval van de opkomende Mystery S. Snijder die kan bepalen wat hij doet. Hij kan erachter of doorrijden. Hij kiest voor dat eerste. En op de derde plaats komt door Manuela's Mission. Goeie start was er ook. Op de vierde plaats voor Ingrid van der Akker met haar Esperanzo Dipo. Paarden gaan af op einde overzijde. En het is daar dat Jimmy Snijder de vraag kon stellen bij Niels van der Tol of hij de leiding over mag nemen met zijn Mystery S, maar het antwoord is nee. En dus krijgen we die overpace waar we op voorhand al rekening mee hielden. En kijk eens even hoe mooi dat in het straatje past van Jabalina. Die ligt vijfde en heeft ook nog eens iemand die bereid is om voor haar dat gaatje dicht te gaan lopen. We komen in de rechte lijn, een enorme strijd om de kop met aan de binnenzijde Kels Europort en in het tweede spoor daarnaast Mystery S. Daarachter Manuela's Mission en op de vierde plaats Esperanzo Dipo. Dan Jabalina die het gat toch groter ziet worden. Geldt ook voor Lightning Haboko en It's Mas. En achter deze paarden dan ook nog Colk P en Kira Blue. Paarden ronden de bocht, gaan op weg naar de overkant van de baan. En het is aan de binnenzijde Kelsa Europort die nog altijd die grote aanval van die Mystery S moet pareren. Heel makkelijk daarachter trekt mee Manuela's Mission. En dat geldt ook nog voor Esperanzo Dipo. En dan hebben we toch een verrekijker nodig voor Rotengatter en Jabalina. Die nu in de hoogste versnelling gaan op jacht naar die vier paarden vooraan. Waarvan er twee elkaar nog altijd leven bijzonder zuur maken. We zijn op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Komen door de Boko-bocht met aan de binnenzijde nog altijd die Kelsa Europort. Aan de buitenzijde onder druk van Mystery S. Jimmy Snijder weet gewoon dat hij het beste paard heeft. Komt van Wolvega, waar die fantastische koers loopt. En het lijkt erop dat die Kelsa Europort alvast te pakken heeft. Maar Manuela's Mission nog niet. Dat is op dit moment dan de tweestrijd geworden. Kelsa Europort met een ronde te gaan leeg. Aan de buitenzijde komt daar inmiddels ook die Esperanzo Dipo naar voren. En ja, de overige paarden nog altijd ver weg. We gaan op weg naar de overkant. Drie paarden gaan hier normaal gesproken strijden voor de prijzen. Waarbij Mystery S natuurlijk een onmogelijke koers heeft gehad. En op de tweede plaats Manuela's Mission. Daarachter komt Esperanzo Dipo aan de buitenkant van Kelsa Europort. Die toch nog wel de tanden op elkaar zet. Alle pogingen doet om bij te blijven voor de puntjes. Maar vooraan gaan twee paarden strijden om de overwinning. Het is aan de kop Mystery S. Op de tweede plaats aan de buitenzijde Manuela's Mission. En ze lopen er samen een straatlengte in naar de rest. En het is nog niet bepaald. Maar Manuela's Mission heeft natuurlijk de mooiere koers van de twee gaat. En Danny Brouwer, hij gaat het hier uitmaken met de winst. Heeft de leiding overgenomen. Manuela's Mission doet het. En die pakt een halve lengte op een hele, hele verdienstelijke Mystery S. Dan is het Esperanzo Dipo, Kelsa Europort. Jabalina kwam in het verhaal toch niet voor.